Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe video. En vandaag, ja, is het zover. Ik krijg heel vaak de vraag, links, rechts, Koen. Wanneer breng je nou eens een EP uit? Het is zover, jongens. Ja. U hebt het misschien al gezien en misschien ook niet. De kans dat je het niet gezien hebt is eigenlijk een stuk... Shit, ik ben helemaal niet goed gekleed, man. Yeah. Ik moet zeggen dat een jas aan heb op dit moment helemaal niet vervelend is, want het is zo koud in mijn huis. Oei. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, bij mij is het zo koud. Het is ijskoud. Even een kleine recap. Het begon allemaal lang geleden, toen onze grote vriend Brent dit nummer uitbracht. Ik ben op Cartier. Ik bestel die champagne. Zoutje van LV. Of Balenciaga. Maar goed, ik kreeg dus heel vaak de comment, omdat hij had precies dezelfde jas als die ik had. En hij heeft rood haar. Ja, ik niet. Dus ik snap die vergelijking niet helemaal als ik zo kijk. Nee. Dat ik hem was. En dan zei iedereen, Koen, leuk nummer. Ja, nou, lachen met jullie. Lachen allemaal. Leuk. Maar ik dacht, weet je, ik maak een video. Reageren op mijn tweelingbroer. En daar zit ik. En nu zit ik hier, zeg maar... Ja, nou ja, zo is het. Dit is dus... Het is bijna 2,5 jaar geleden, mensen. 2,5 jaar! 2,5 jaar! Ik zei hier... Mensen, 40.000 likes. En ik maak een track. 40.000 likes en dan maak ik een track met Brenda. Dus we halen de 40.000 likes, zelfs de 116.000. Ik stuur Brent een bericht en Brent stuurde hem naar mij. Nee, daar heb ik geen zin in, want ik zit druk in de stuur met de grote producers. Nou, iedereen weet wat daaruit voorkwam, namelijk de absolute banger. Yo, Koen. Dit was zijn voice mail, man. Het is super druk op het moment. Ik heb echt helaas geen tijd, man. Ik zit veel in de studio. Man. Trouwens, shout naar Roon. Oh, ik mis Roon, man. Dat was echt leuk. Trouwens, voor de mensen die het niet wisten, Kassel de Huts was in Roon. Het was niet in Almere Haven. Hier gooi ik even wat over tafel, jongens. Ja. Hier kwam dit dus het voort, waarna ik nooit meer iets hoorde van Brent. Wat het wel een soort van diss track was. Dus op een gegeven moment werd hij een klein beetje gepest hier en daar. Een beetje mensen die tegen hem gingen zeggen van, je bent echt slecht en zo. Nou, dat was nooit mijn bedoeling. Dat vond ik ook vervelend. Er was ook een keer zo'n interview van zo'n gast en die zat hem helemaal belachelijk te maken. Daar heb ik toen ook gereageerd en heb gezegd van, luister, nou is het genoeg geweest. Nou is het klaar. Stop met pest. Hij doet gewoon zijn best. Ja. Laten we daar maar houden. Hij doet gewoon zijn best. Maar nu heeft hij een tijdje wat nummer gehad, maar toen heel lang niet. Maar nu kom ik op dit artikel. Rapper Brent dropt nieuwe tracks en zijn debuut EP Perspectief. Afgelopen vrijdag heeft Brent zijn debuut EP gedropt. Je kunt de rapper misschien kennen van zijn succes 2 jaar geleden met zijn eerste single Balenciaga. Hij heeft daarmee een gouden plaat gepakt. Inmiddels meer dan 11 miljoen keer is gestreamd. Dat is echt ziek, hè? 11 miljoen keer. Dat is meer dan stapelgek. Die kwam ik wel later uit. Maar alsnog wel echt heel ziek, vind ik. Brent is geboren op 21 mei 1998 en weet de menigte te bewegen met zijn explosieve party tracks. Ik het allemaal. Allemaal komen zag, niet apart. Ik leef mijn leven met een brede lach. Yes! Met veel dingen in mijn mind. Brent Hensie, Diagonal Beats. Oh, hij heeft een clip. Yes! Zijn debuut EP Perspectief bestaat uit 5 tracks. Franse Kust, Hennessy, Balenciaga, die kennen we al. Magisch en Om Me Heen. Met zijn debuut EP krijgen we een inkijk in het leven van de jonge Nederlandse rapper. Hij is hongerig en gekomen om de game over te nemen. Dus ga die shit streamen en check je onder vast de videoclip van Hennessy. Ja. Hij heeft hiervoor betaald. Nummer Hennessy heeft 8000 streams. 25 november kwam het uit. Het is nu 11 december. 17 dagen. En hoeveel streams waren het? 8230. Delen door 17. Oké, Brent heeft dus zijn eigen nummer nu elke dag 484 keer geluisterd. Daarom staat hij op zoveel. Kijk, mijn laatste track met Yes R was ook niet het groot succes. Ben ik eerlijk in, dat was niet de beste. Dat zal ook geen... bijna 2 miljoen streams. Nou, helemaal niet heel slecht. Maar was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Wil je nou ook nog een track gaan maken? Dat kan. 20.000 likes. Dan ga ik het gewoon weer aan Brent vragen. Misschien wil hij nu wel. Nou, goed. Allemaal gelachen. Ik ga even die clip kijken. Brent Hennessy. 7k weergave. Dat is bijna evenveel als streams. Let's go. Ja. Yeah. Oh. We gaan back in de hoed. Eindelijk. Ik vind het chill, want eindelijk... Nouri, wat heeft hij nou weer met Nouri te maken? Eindelijk doet hij niet meer dat flexen met de... Ik ben heel rijk. Terug aan de hoed. Goed, time de game over te nemen. Is dit Brent? Is kaal! Brent is kaal! Hij is gewoon kaal! Wat is dit nou? Oh nee, dan word ik ook kaal! Ik wil nog helemaal niet kaal worden! Ik ben echt nog niet klaar in mijn leven om kaal te worden. Laat me alsjeblieft niet kaal worden. Ik word kaal. Gozer. Was het net allemaal niet? Je hebt ook een shot van een Ferrari met een Fiat Panda ernaast. Wat een lelijk shot ook eigenlijk. Yes. Oh ja, en dan weer terug naar de flat. De auto is meer... Oh, Brent is helemaal niet kaal. Het was gewoon een maat van hem. Oké, sorry. Charlie die is gek, dom. Vlieg even overseas, Hongkong. Je kan niet blijven staan, dat is zonde. Pak eventjes een vissa daar in Londen. Yes. Zeg mij, dan betaal ik de bon. Ik kan je zetten in Parijs op een Franse balkon. Ah. Ik stek een ton, maar toch noem je me dom. Ja. Yeah. Ik stek een ton, maar toch noem je me dom. Hey. Baby girl, why you mad at me? Hey. Laat me zippen van die Hennessy. Yes. Ik kan me zetten. Het is weer dezelfde gym body als ik. Ja, wat moet je hiermee?
Ik denk dus, hot take, nou eigenlijk dus geen hot take, cold take, dat deze sauna uit is. Want anders bestaat heel je camera. Omdat het veel te warm is. Oh jongens, dan maak ik een nummer en dan noem ik het niet Hennessy, maar noem ik het Air Up. Laat me zippen van die Hennessy. Je kan me zeggen, maar ik stress me niet. Laat me zippen van die Hennessy. Oh, serieus. Oh. Zeg mij, dan betaal ik de bon. Ik kan je zetten in Parijs op een Franse balkon. Maar hoe betaalt hij de bon? Want van zijn stream gaat hij niet betalen. Baby girl, are you mad at me? Laat me zippen van die Hennessy. Ja. Je kan me zeggen, maar ik stress me niet. Hennessy is trouwens echt smerig. Toch? Voor alle mensen die ouder zijn dan 14 ooit Hennessy hebben getrokken. 18 bedoel ik, 18 mensen. 18! Dat is toch echt niet te zuipen. Laat me zippen van die Hennessy, het wordt laat. Brian, ik word er wel een beetje opgewonden van, moet ik zeggen, van dit shot. Helemaal geen lelijk shot. Helemaal geen lelijke rug ook. Geen rughaar. Vind ik mooi om te zien. Vind ik mooi om te zien, Brian. Vind ik echt mooi om te zien. Ik ga met je zo. Door. Maar wat is dit voor een smooth clip? Als in, kijk, zoals jullie weten, ben ik geen fan van al die dure auto's in zo'n clip die je dan allemaal huurt en zo, weet je wel. Dan denk ik van ja. Ik heb dat toch liever dan dit. Ik vind dit dus echt heel moeilijk om naar te kijken. Het is alsof ik mezelf een spiegelbeeld zie, weet je wel. Daarom, het is gewoon lastig. Baby girl, are you mad at me? Yeah. Laat me zippen van die Hennessy. Je kan me zeggen, maar ik stress me niet. Yes. Laat me zippen van die Hennessy. Hij heeft een soort slecht imago, wat wel zonde is. Want dit is op zich helemaal geen heel slecht nummer. Ook niet goed, maar ook niet heel slecht. Het heeft wel echt heel weinig views en streams voor wat het is. Wat is dit? Wat denken jullie dat dit is, mensen? Ik heb dit nog nooit gezien. Een soort heel groot dienblad. Wat is dit? Baby girl, are you mad at me? Zo, Hennessy en kippetjes. Lekker man. Kan me zeggen, maar ik stress me niet. Laat me zippen van die Hennessy. Ik mis een beetje de vrouw in de clip. Ik vind het een beetje triest die alleen maar in die sauna zit. Waarom zijn er geen chickies bij? Kom op man. Oh, nog één keer de refrein dan. Die hebben we niet gehad. Hoe gaat de refrein eigenlijk? Ik kan me zeggen, maar ik stress me niet. Oh, nog één keer dan. Laat me zippen van die Hennessy. Yes. Baby girl, are you mad at me? Oeh. Laat me zippen van die Hennessy. Ja. Ik kan me zeggen, maar ik stress me niet. Nee. Laat me zippen van die Hennessy. Jongens, stel, ik zou toch een nummer kunnen maken met Brent. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Dat zou alles afronden. Dat zou het echt allemaal afronden. Alleen jammer dat hij me ooit gedist heeft. Dat vind ik wel jammer. Van Villa Wijk naar Skere Flats, Brent. Zaken gaan minder goed dan verwacht. Hier ook nog een artikel. Ook wel interessant. Brent spaart dit WK geen voetbalplaats van Messi of Ronaldo, maar van zichzelf en zijn vriendjes. Oh, dat is een hele... Oké. Besef hoe groot een fan ik ben van Brent. Ik heb al zijn video's gecheckt. Toch goed? Kleine dingen. Balenciaga, S-tier, fantastisch. Sinds klein. Mwah. Vragen met Jack. Gaat ik weer? Oh ja, ja, ja. Ja, wel leuk. Treintje, ik vind dit dus echt een banger. Die heeft echt veel te weinig views, vind ik. En veel dames in de clip, dan weet je. Dames in de clip. Koen is blij. Treintje. Yes. Ja, we willen nog een treintje. Ja. Yeah. Geef die barman een seintje. En nog een treintje. En dan deze. Nou, hier gaan we het niet over hebben. Want hier wordt gedist, zoals jullie weten. Dat is ook het meest afgespeelde stuk. Best wel triest, ben geen dief, maar ik steel de show. Ik ben de beste hier en niemand die is van niveau. Laat me even zeggen dat je dom bent. Omtrent de dingen die je doet met je content. Sukkel, stop nu met die waanzin. Neem mij niet in de maling. Want jij valt in herhaling, net als Jacob. Vooral in herhaling, want ik heb het weer over. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Mensen, ik wil een nummer maken met Brent. Ik ga het gewoon weer proberen. Vond je het nou leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zie ik je bij de volgende video. Kusje naar jullie. Doei.